Bij tuinderij De Marlekie in Warmehuizen werd afgelopen weekend door Margit en Koos Dekker samen met hun kinderen, familie en vrienden voor de 9e keer een bijzonder leuke pompoenver georganiseerd. Zowel binnen als buiten was het heel erg druk en dit jaar is er een mega oogst aan pompoenen. Nieuw dit jaar waren de buitenmarkt, de expositie van Nicky Gené die sportschilderijen maakt en keramiste Erika Kraam die uitleg gaf over haar werk. De Alkmaarse afdeling van Groei en Bloei organiseerde verschillende workshops en ook hun eigen bloemcreaties waren voor weinig geld te koop. Zelf druiven plukken behoorde ook tot de mogelijkheden. De kinderen konden aan de slag met het uithollen van pompoenen of meedoen aan andere workshops. Door de hele kast stonden marktkramen met onder andere streekproducten en er was pompoensjam, pompoensoep en pompoenijs. Bovendien was er ook live muziek.